Hi, Robin hier en welkom bij alweer de tweede aflevering van Wargroove. De vorige keer heb ik dit spelletje gespeeld en toen op een of andere manier beviel het mij wel. Het was heel erg wennen, het is een strategisch spelletje en als ik ergens niet goed ben, is ze daar wel. Maar wat mij verbaasde, dat was volgens mij of het zat nog in de video of ik kwam pas daarna achter, is dat de standaard difficulty op hard staat. En dat verbaasde mij dat ik dan nog best zover ben gekomen. Dat betekent dat twee dingen. Of ik ben heel erg goed, wat ik echt ten zeerste betwijfel. Of het spelletje is niet zo heel erg moeilijk. Maar dat gaan we nu waarschijnlijk zien als we zo weer gaan spelen. Ik zeg ook heel veel plezier met kijken. En vergeet niet te liken en te abonneren als je niet hebt gedaan. En als je wel bent geabonneerd, zet er gelijk het belletje aan, zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. Dan ga ik eens even kijken wat we hiervan kunnen maken. Whatever. Oh, ik ga er even goed voor zitten. Nou ja, hoe lang zo blijft zitten, geen idee, maar... Zo, je hebt gewonnen. Wie kan wat schelen? Het enige wat je hebt gedaan is gewoon een paar luie stinkende skeletons verslaan. I won't hold back. Nou, ik geef er wel om. En ik stop niet totdat mijn kingdom veilig is. Ja, genoeg onzin. Ik ga jezelf helemaal kapot maken. Dus dat is inderdaad, ik kan op twee manieren winnen. Dus de stronghold vernietigen of Ragnar zelf verslaan. Oké, dus nou is de knight is gerepareerd, want die had ik volgens mij bij de vorige keer was beschadigd. Hoewel ik dat niet helemaal zeker weet. Zo. En dan gaan hun weer aan de slag. Ze gaan nu allebei gauw aan beide kanten het territorium overnemen en dingen opbouwen. En nu is het maar zo dat ik er nog niet heel veel mensen in heb zitten. En dit is wel een tikje iets omdat. Ze best dicht bij elkaar zitten en hun toch wat sterker zijn als wat ik ben op dit moment. Zo, mijn geluid zit echt heel erg hard. Ah, lekker handig. Maar die heb ik al, dus dat is goed. Ik ga deze sowieso eerst even neerzetten. Die wil ik eigenlijk hier ook laten verdedigen. Kijk, die gaan inderdaad nu daarheen lopen. Vandaar. Ik weet niet of het handig is wat ik nu zo heb gedaan. Ik denk het niet, maar... Ja, daar was ik inderdaad dus al bang voor. Dat ik daarmee schade zou aanrichten. Hij staat op het water. Dat lijkt mij dat niet zou moeten kunnen, maar. Interesting. Is goed, dus zou ik. Ah nee, hij houdt een heel klein beetje over. Nou, dat maakt niet uit. Dat kan ik wel tegenhouden. Deze wil ik. Daar neerzetten. Kan ik hem vlak maar afhalen? Nee, dat kan niet. Even kijken. Nee, wat is de stronghold? Dat is een village. Recruits, dus de barracks. Dit is de stronghold, dus dan zou ik deze moeten aanpakken. Ik heb niet heel veel verdediging, maar dat maakt niet uit. Die kan ik nou niet aanvallen. Als ze hier gewoon geen held kunnen genereren. Ik denk dat ik ze nog out kan krijgen. Gadverdamme.
dat was niet handig. Ja, daar was ik dus al bang voor. Daar heb ik niet over nagedacht. Ik had inderdaad moeten checken of die zo kan aanvallen of niet. Kijk, nou ga ik weer terugnemen omdat ik die daar heb staan. Dus dat is wel handig over nagedacht. Dan wil ik deze wil ik eigenlijk. Oeh, dat is lastig waar ik die wil hebben. Ik kan hem niet kapot maken, want ik krijg schade terug. Oeh, daar krijg ik wel heel veel schade toe. Ja, hoe ga ik dat doen? Die pikeman die is wel beter natuurlijk. Hoeveel heeft hij nog over? Defense 3. Hij kan, die kan niet aanvallen. Nou, val hem maar gewoon aan. Want als die kapot is, dan hebben we in principe gewonnen. Ik weet niet of dat voldoende zal zijn, maar... Weet je, alle beetjes helpen momenteel. Weet je, ik ga toch gewoon gokken. Ik heb die heb ik ook nog over. Nee, die. Zo, die man blijft staan. Dus die kan even nu wat blijven wat is. Dat is echt wel, dit is heel gevaarlijk. Shit. Ja, dit is dus wat ik had kunnen verwachten. Ja, weet je, ik ga hem in aanval, want ik heb het sowieso al niet goed gedaan. Ja, nu heb ik dus verloren. Wat ik eigenlijk moet doen, ik had eigenlijk even rondom. Had ik ze. Ja, dat wist ik inderdaad. Ik had eigenlijk meer rondom moeten bouwen. Ik had hem wel daar kunnen laten lopen, maar ik had hem bescherming moeten bieden en dan had het wel goed gegaan. Iets wat ik niet heb gedaan, maar wel voor de volgende keer ga doen. Dus voor nu een korte video. En zoals de vorige keer al zei, ik hoop dat ik de volgende keer ook wat meer interessante dingen kan vertellen. Het is een leuk spelletje. Het is niet heel ingewikkeld, maar je moet logisch nadenken. En dat is waar mij nogal ontbreekt. En daardoor is dit voor mij ook vrij makkelijk te krijgen, de feed. En dat is wel jammer. Maar goed, ik hoop dat jullie wel hebben genoten van deze video. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter. En zoals ik aan het begin van de video zei, vergeet niet te abonneren als je niet bent geabonneerd. En als je wel bent geabonneerd, zet dan ook het gelijke belletje aan, zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu later.